Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Een deel van de ambtenaren die werkzaam zijn in het WTC hebben gisteren het werk neergelegd uit protest tegen het feit dat ze hun auto's rond het WTC niet veilig kunnen parkeren. Er worden volgens de ambtenaren met regelmaat auto's opengebroken of gestolen door joyriders. Ambtenaren van de ministeries van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en van Bestuur, Planning en Dienstverlening eisen dat er meer controle komt. Parlementariër voor de MFK Charles Cooper is van mening dat de gevangenisdirectie MFK-leider Gerrit Schotten probeert te vernederen. Ook zouden zijn rechten als gevangene niet worden eerbiedigd. Zoals bekend zit Schotten sinds vorig jaar een gevangenisstraf uit. 18 januari vindt een rechtszaak plaats waarin Schotten het gerecht zover probeert te krijgen om een Italiaanse advocaat-generaal te horen die wil getuigen over diens contact met het Curaçaose Openbaar Ministerie. Schotten krijgt echter geen toestemming om in gewone kleren naar de rechtbank te gaan, maar wordt verplicht zijn gevangeniskleding te dragen. Cooper is daar boos over omdat er wel een mogelijkheid is om dat toe te staan, maar volgens de gevangenisdirectie is er vluchtgevaar. Cooper is het daar niet mee eens. Het is vandaag 4 dagen geleden dat de politie 2 mensen aanhield in verband met een mogelijke inbraak bij een pinautomaat. Er is een 33-jarige man uit Santo Domingo aangehouden en een 29-jarige vrouw uit Venezuela. Het was de 3e overval op een pinautomaat in korte tijd. De politie heeft om tips gevraagd en heeft wel tips gekregen, maar zit nu eigenlijk zonder aanwijzingen, zo meldt Extra. Er wordt hard gewerkt om de zaken op te lossen, omdat ze voor veel onrust in de samenleving hebben gezorgd. Maar de politie zoekt nog meer aanwijzingen. De politie heeft de afgelopen dagen gevraagd de samenleving alert te zijn op overvallen. Er zijn de laatste tijd veel overvallen. Eigenlijk al sinds de laatste weken van 2018 krijgen veel mensen op Curaçao hiermee te maken. Om je te beschermen hiertegen raadt de politie onder meer aan om voldoende verlichting rond het huis te plaatsen, de bomen niet te ver te laten groeien en ook te zorgen voor goede sloten. Op die manier kunnen overvallers minder makkelijk bij een huis komen. Manfred Fecco Gomes, voorzitter van de Curaçaose Muzikantenvereniging, heeft gisteren uitgelegd dat het Tuma Festival een belangrijke bijdrage aan de economie van Curaçao. Het Tuma Festival kent een begroting van 1,7 miljoen gulden, aldus Gomes. Hij gaf ook aan dat de laatste 20 jaar er heel veel geïnvesteerd is om het Tuma Festival professioneler te laten plaatsvinden, met goede belichting, goed geluid en ook goed entertainment voor alle mensen die elke keer weer naar het Tuma Festival komen. Gevangenen in de justitiële inrichting Caribisch Nederland op Bonaire zijn boos. De laatste tijd hebben verschillende gevangenen kakkerlakken in het eten gekregen dat ze krijgen opgediend in de gevangenis. Sommige gevangenen zouden in hongerstaking zijn gegaan, maar dat wordt door de directeur Wibo de Vries ontkend. De gevangenen eisen dat er beter eten, maar vooral ook hygiënischer eten wordt opgediend. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn vandaag schoten en een explosie gehoord in een complex waar een hotel en verschillende kantoren zijn gevestigd. Het gaat onder meer om het Dusit D2 hotel aan de chique noordkant van het centrum van Nairobi. Ooggetuigen melden dat in het zwart gestoken gewapende terroristen een aanval uitvoeren. Volgens ooggetuigen is het doelwit van de daders het luxueuze complex 14 Riverside waar banken en kantoren gevestigd zijn. Voor het complex staan auto's in de brand. De politie meldde dat wordt gereageerd op schoten met vuurwapens en dat er een gebied is afgezet. De Nederlandse ambassade staat ongeveer 1 kilometer verderop. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer. Vida. Da yeng di pregunta y yeng di reto. Nos turque crece. Nos turque un millón mañana. Vida también está llena de oportunidad. Nuestra actitud y nuestra acción de hoy está determinando la vida de mañana. Van, van duna, tu día es mejor que cada uno de nosotros, tiene de nos mes. Van, van optimista, van a comprometer, van a determinar. Passò, dedicazione, coraggio e perseveranza da una speranza
y te traja camino de pa éxito. Un millón mañana te comisa awe. Un millón mañana te comisa cu abo. Gerencia de Refinería Isla te desea Pueblo de Corzao y tu trabajador de Refinería Isla en particular, feliz día nandi fiesta y un próspero 2019. Refinería Isla, con corazón pa comunidad.